zomaar eens even de groep in mag mogen. Waar ik dan dacht van, nou, als je dus in een verbond zit, zou je ook leuke dingen samen kunnen gaan doen. Hein en ik hebben de droom om een love fair te organiseren, een tantrabeurs. Ja, Kama Sutra beurs, maar ik zou het heel leuk vinden als allerlei tantra mensen zich op verschillende manieren, of door middel van workshop of een stand of andere manieren zich zouden willen laten zien. 3 dagen. En dat het Nederlands publiek gewoon kan binnenkomen voor een lage prijs, zeg een tientje of 5 euro. En kan proeven, zeg maar. Zo'n preuvement, zoals we het in Maastricht zijn, maar dan voor tantra. En wat is er dan allemaal? En inderdaad, er is gay tantra, misschien is er ook nog lesbo tantra, misschien is er tantra voor koppels, jaartrainingen, nou, dat soort dingen. Nou, wat dit is, dat het ook wel wat commerciëler mag zijn. Dus dat we ook niet alleen maar, ik kan me ook voorstellen dat aanverwante bedrijven of organisaties zich daar voegen. Wat meer alternatieve relatiebemiddelingenbureaus of websites die in bijvoorbeeld polyamorie dating doen of dat soort dingen. Maar dit is dan meer echt een fair waar je bijvoorbeeld ook tantra attributen, olie, weet ik veel. Dus het mag wel wat commerciële. Daarom heet het ook fair en niet festival. Maar we willen het de love fair noemen, dus alles wat met liefde, intimiteit, verbinding te maken heeft, dat mag daar een plek hebben en dus ook tantra. Tantra-opleidingen. Nou, Jacqueline Snelder start een opleiding in september. Dat is een opleiding waarbij de verbinding tussen tantra en yoga wordt gezocht en tantra en therapie. En dan, wij starten echt met een tantra-opleiding gericht op het tantra-vak zelf. Dus eerst voor tantrisch masseur, dan tantra-trainer, dan tantra-counselor, wat ook dus een combinatie is van therapie geven en daarin tantra-tools verweven. Dus een soort mindfulness, seksuologie zou ik zeggen, of integraal. En uiteindelijk in het 4e jaar ga je tantra master of tantra scientist worden, dan ja, ga je dus onderzoek doen naar verschillende vormen van tantra. Dat kan neo-tantra zijn, maar ook klassieke tantra. Whatever. Misschien zijn er nog meer mensen, opleiders die wij nu niet kennen en die ons hun verhaal willen vertellen, want dan vinden we dat leuk om dat weer in kaart te brengen. Tantra is een maatschappelijke beweging. Nou, ik heb een paar jaar geleden... De Orde van de Liefde. Ja, de Orde van de Liefde opgericht. En dat is een hele leuke orde, want het is eigenlijk geen orde. Iedereen kan daar liefdesridder worden. En wat we doen is dat mensen 12,50 doneren in die orde. En dan krijgen ze op 14 februari een uitnodiging om naar een feest te komen. En elk jaar is dat een feest met een ander thema. Vorig jaar was het een balmask. Dit jaar wil ik iets met... ja, een soort Indiaanse tantra, maar dan echt een soort klassiek ritueel. Dus ik wil ook Indiaanse dansers en zo uitnodigen. Maar wat het belang van die orde is, dat zegt eigenlijk dat liefde een van de grootste natuurlijke krachten in de wereld is, waar we nu te weinig op aansluiten. Met name in de westerse wereld. Dat het belangrijk is, als we daarop gaan aansluiten, dat er dus zich een... Ja, het klinkt negatief, maar een leger van liefde niet om te vechten, maar om te liefde te verspreiden, liefde te verder zijn. En dat doen we door liefde in actie. En elk jaar, of elke 2 jaar moet ik zeggen, is er een doel. En eerst was er een vrouwelijke voorzitter. Ik ben de eerste 2 jaar voorzitter van die orde geweest. Nu is er een mannelijke voorzitter en dan kiezen ze een doel wat met jongens of mannen te maken heeft. En in mijn tijd was het een doel wat met vrouwen te maken heeft. Ik heb 2 jaar lang Stichting Sabatini gesteund met giften dus die ik kreeg. En dat is een stichting voor vrouwen, moslimvrouwen die in het Westen al studeren en hun hele leven hebben geleefd. En dan ineens worden uitgehuwelijkd naar bijvoorbeeld Pakistan of Iran. En ja, dan willen vluchten, maar dan moeten ze een andere identiteit krijgen. En ze moeten volledig verdwijnen voor hun familie, want anders worden ze alsnog vermoord. En daar is geld voor nodig. En Sabatini heeft dat zelf meegemaakt. Die heeft een boek over geschreven, Mijn Vlucht. En nou, zij steunt uw vrouw met haar stichting. En wij hebben haar weer gesteund met het geld wat ik kreeg. Nu steunen we aidswezen in Namibië. Die worden in een soort weeshuis opgevangen, jongetjes. En die worden door paters en mannelijke leraren, krijgen ze een vak bijgebracht. En dat heet Stichting Papa. Dat vonden we ook wel mooi, want in Afrika is niet een papa alleen iemand die je opvoedt of waar je bij geboren bent, maar gewoon een wijs iemand die je verder helpt. Ook seksueel? Ook seksueel, trouwens. Ja. Dus dat vond ik wel een mooie stichting, kleine stichting om aan te geven. Dus dat is
tantra als maatschappelijk beweging, maar dat is hoe ik het heb ingevuld, ook vanuit mijn Love and Action idee. Maar zo kan je meer, ja, hij heeft het daar ook een beetje over, hoe de maatschappij met tantra in aanraking kan worden gebracht. En dat kan ook provocerend zijn, op de manier waarop Niraf het zegt, van ik wil me aan geen orde houden. Dat is een heel mooie visie die provocerend kan zijn voor mensen. Van wat als je niet de regels naleeft? Wat als je eigen stroom voelt? Wat als je authentiek bent? Een Tantra Online magazine, er is één Tantra magazine heb ik gevonden ter wereld op de dingen. Dat is vrij commercieel en ik dacht wat ook leuk is, is omdat internet goedkoop is. En om mensen die iets willen schrijven over Tantra of iets willen laten zien over Tantra, via een filmpje of beelden of zo, dat je dat in een online magazine eerst één keer in het half jaar, dan één keer in de drie maanden. En misschien als het succes is, elke maand uitbrengen. En dan moet dan wel een redactiecommissie voor komen. En mensen die dan leuk vinden om zoiets samen te stellen. Ja. Maar ja, kijk, wat happiness heeft teweeggebracht in Nederland. In haar manier om spiritualiteit over de bühne heen te brengen van het grote publiek. Zo kun je ook tantra aan het grote publiek brengen op een glossy manier. De Tantra Beroepsvereniging en Verbond. Je kan ook zeggen van nou, we gaan niet meteen een beroepsvereniging met regels en klachtencommissie, maar we gaan eerst eens een verbond vormen of een soort belangenorganisatie die de belangen zoals inderdaad de algemene verzekering afsluit dienen. En dan kunnen we altijd nog kijken van is er genoeg voedingsbodem of wens om een vereniging te worden. En je kan dus ook in stapjes dat doen. Ons kent ons, verwijs wat jij aanhaalde. Ja. Op het moment dat je gezichten helder hebt, op het moment dat je de achtergronden helder hebt, op het moment dat je helder hebt dat iemand vanuit zijn hart werkt en dus echt integer is, dan ben je er eerder in geneigd om in door te verwijzen of mee samen te werken. Dan dat je zomaar iemand langskomt die zegt, hallo, ik ben Tantra X en wil je Tantra Y van mij doen? Dus dat is een van mijn plannen, dus als je mee wilt doen, doe mee, want je weet wordt het een succes.